Wilt u rijden? Prio 1 met toestemming naar een auto te water en in postcode 611. Ja. Echter zagen we de collega 20 van Leen, we remden achter een naakte man aan, dus die gaan we even een kijkje bij nemen. Hallo. Wij zagen jullie toevallig te plaatsen komen, dus hier, Luis? Wilt u rijden? Prio 1 met toestemming naar een auto te water en in postcode 611. Er zijn meerdere personen die hebben gebeld dat er een grote pick-up in het water ligt. De brandweer is inmiddels aanrijdend, over. Ja, hij is ontvangen. Ik denk dat maar 2 uit. Nogmaals postcode? 611, over. Ik heb hem op slot gedaan. Ja, 611. En u kunt Itse G anders aanhouden, dat is de brand die bijna ter plaatse is. Ja, begrijp, die kan op. 22-2. Oké, melding oud water. Appakadee. Geen koffie voor ons. Nee, helaas. Nou, de postcode is altijd een fijne indicatie, maar dat heeft niet zo specifiek dan de persoon zelf. Dus ik zet nu ondertussen ook even de route al op de persoon die... daar al te plaatsen is. Oké, waar is hij? Ik zal de melding even snel proberen te lezen. Nee, de melding kan niet echt lezen. Jammer dat ik het niet kan inlezen. Maar de auto waard toch? Ja, ik zal even proberen een foto te zien. Ja, die kan. Oeh, stoepje. Zo, een beetje lek. Ja, dat was een laatste stoepje. Oh, je hebt ook lek? Ja, hier ook. Ik heb je hem even doorgestuurd, de melding. Kun je hem inlezen? User joined your channel. Ja, nu is het echt wel zoeken. Ik ben nu in de buurt van de pier. Kijk, hier links al even... We hebben geen stranddetachement hier trouwens. Als een reddingsbrigade, hè? Nee, gewoon strandpolitie. Nee, er is wel een bureautje, maar we hebben geen specifiek... zijkant van de pier, dat ik er zei. Heb je daar een voertuig aangetroffen? Ja, ik zie aan de noordoosten kant over. Noordoosten, dat is... Okay. Ja, dat is... je kan mij aanhouden. Ik sta naast die attractie ding. Ja, dan staan we niet heel ver van elkaar af. Pak de auto voor mij, hè. 21? Ja, eenmaal de plekken. Het geeft een voet omdat we redelijk aan het begin van het water staan. Maar ik sta nu aan de linkerkant van de pier, bij de schans waar je op kunt. Ga ik even die kant op. Sorry, u wil een extra eenheid richting? Nee, de eenheid die er is aan mijn kant over, dat is de noordoostelijke kant. Mijn wagen staat op dat pad. Als wij zijn 22-2 bedoelt u? Ik probeer even zicht te krijgen op de situatie met 22-2. Ah, Jan Willem, waar ben je? Ik zie hem. Wel richting overzijde water, als ik het begrijp. Even kijken of ik de heren nog zo zie. Maar... Ik zie het voertuig van de collega nu, hij is richting water dan gewoon. Ja, ik zie als het goed is een collega. User left your channel. Ja. Ik sta nu met mijn wapenstok in de aanstand, dus als je het goed ziet dan. Even kijken hoor, nu mijn zaklamp. Nou, ik weet niet of jij dat bent. Ik zie je. Jij bent al beneden, Jan Willem. Jawel! Ja. Oké, ik kom die kant op. Ik zie inderdaad een voertuig daar in het water liggen vanaf de pier. Waar zie je het voertuig? Ja, dat drijft een pick-up. Het is niet heel diep daar hoor. Nee, hij staat bijna voor me.
volgens meerdere belletjes klinkt inderdaad om een pick-up truck. Oh ja, ik zie het. Zeg maar, zit er niemand in dan? Is er ook iemand naar buiten gekomen? Uit die pick-up? Niet meer info over slachtoffers. Ik kan niet heel goed zien, maar... Lijkt het een bewuste keuze? Mogelijk. Er zit er nog één slachtoffer in het voertuig volgens omstanders. Het duikteam van de andere regio is inmiddels ook aanrijdend. Microphone muted. De persoon is niet bewust en het voertuig zingt, jongens. Ja, ik zie het. Ik even kijken of ik alles kan afdoen. Ik heb alvast een... Microphone. Ik heb alvast een AED hier bij de reddingsbrigade gepakt. Ik ben dood. Ben je dood? Ben je gezonken? Oké, dan moeten we niet het water ingaan. Als je het water ingaat, moet je niet praten. Ja, duidelijk. Positief. Ja, voeten gaat steeds meer te maken. Nou, dan hou ik nog even het droogpak. 22-1 hou mij op de hoogte. Hij is nu definitief in het water. Ja, probeer hem zo snel mogelijk eruit te krijgen dan. Ik heb hier alles klaarstaan van de reanimatie te starten. Ik zie traumaheling niet onderweg? Nee. Nog, ja misschien, maar die wat je ziet dan is fictief. Ja, die aanvraag gaat de deur uit. Bij de auto. Ja, ik probeer het water of het glas bij de ruiten kapot te krijgen, maar er zit zoveel druk op. Heb ik een hamertje of iets? Zaklamp? 32, kom eens uit voor het AC. Kun je er eentje uit mijn wagen pakken met je? Hier zo, alsjeblieft. Maar een indicatie. Hier, kom. Slachtoffer nog in het ik ga niet wateren. Slachtoffer zit nog in, voertuig, voertuig zat steeds verder weg. HV andere regio te plaatsen, gaan we nu proberen voertuig eruit te trekken. Ja, zal ik opschalen middel WO houden? Positief. Ga ik opschalen middel WO, ga ik een tweede duikteam alweer. 0332 hè? 119 met een agent. Ja, wil graag tweede auto en MMT. Nee, hou vol! MMT moet fictief komen dan, over. Max, de brand was ook bezig het voertuig uit te trekken. Microfoon activated. Nee, standbaar. Hoi. 0332 voor het AC. Ja, persoon zit erin. We proberen met allemaal achteruit te krijgen. We gaan nu het voertuig eruit trekken. Niet meer aanspreekbaar inmiddels. Ik heb de AID al bij me. Van Haagland ook op groep houden. Ja, geef een duikje naar Haagland. Schreenmaat setting is, zal ik direct starten met compressies. User left your channel. Ja, is goed. Heb je nog iets nodig vanuit de ambu? Ja, nog niet. Oké, okay, dan horen wij het ook wel. Ik heb hier de monitor zuurstof en een uitzuiger. Kijk, okay, kom nu, hij wordt nu naar achter getrokken. Sterkers voor het glad. Ja, hij is er al uit joh, kijk eens. Hij wordt eruit getrokken door de brandweer. Kijk. Net op Max hangt de kabel. User left your channel. Oh, ik heb het koud. Ambulance deur los. Ja, meteen eruit trekken. Top. Eruit halen. Eind, zwaai, even goed naar achter, tot het niet meer in het water ligt. User joined your channel. Even vertrogen. 119 komt ons uit voor de MTA. Ah, oké, leg ja, hem hier maar neer. 119 wil ook over de gate plaats hebben. Die zou dan ook fictief moeten komen. Ja, genomen. Patrick, ik hoor het van jou, hè? 32, kom eens uit. Geen verricht. Ja, zal ik ook het de hoofdwerker die kant op sturen? Negatief. Persoon zojuist uit het voertuig gehaald. Het voertuig is opgedrogen. Als ik het goed begreep, reanimatie klaargesteld. Begrepen. Dan ga ik de duikteam Haagland afmelden. Persoon is uit het water. Engels. En slachtoffer mogelijk reanimatie behoefte, dat is begrepen. 0-3-2-13. Ja, reanimatie. De B en de C zijn instabiel. Oké, ik ga de monitor gaan laden. B en C instabiel. Ambulance meegeluisterd? Microphone activated. Meegeluisterd. Ja, meegeluisterd, we zijn bezig met de reanimatie. Dat is begrepen. De A is trouwens ook instabiel, hij heeft heel veel water in zijn, maar hij is ook... Er komt wel water uit de bed. Hij heel wat uit, maar... Ja, stop. Deze ook instabiel. Wat zeg je? Dus instabiel. Stop met masseren. Quick check. Oh, kijk, okay. Nog geen klapbare riem, agent u mag doorgaan met masseren.
Oké, ik ga de lijst opladen. Iedereen los. De 2002, kom eens uit. Zeg maar. Kan nog meer politie eenheden van zijn? Nee, voldoende politie aanwezig. Sound muted. Agent, ga me door maar masseren. Max, doe nog één ronde en dan moet jij even overnemen hoor. Jo. Als jij kunt, want jij bent natuurlijk ook het water inwezen. Anders misschien brandweer of Jan Willem. Ja, nee, even kijken of het lukt. Maar je moet jezelf niet vermoeien natuurlijk. Ben jij even een kommer op een botnaald te zetten? Als jij een handdoekje voor me zo kan pakken, zelf hebt of zo. Hij spuugt wat wederom water uit, Patrick. Yeah. Ja. Ja, oké. Even bericht herhalen, ik heb nu staan. Ja, oké, ik ben klaar. Als jullie even overnemen, ik kan niet meer. Oké, agent, u mag stoppen met reanimeren. Bedankt meneer. We zijn bezig met reanimatie, dus we stellen niet zo op prijs dat u daar allemaal foto's van maakt. Zou je daarmee willen stoppen? Nee, snap ik. Sorry. Bent u van krant of iets nieuws? Ja. Wakke foto's zijn die verkoopt. Van, zeg maar. Ja, van welk dagblad of van welke kant? Nee, ik verkoop ze gewoon aan die bladen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk wel een beetje aan ethiek, hè? Ja, zeker. Okay, nee, ik wist dat ze werken was. Nou, succes. Jullie ook. We hebben een ritme. We hebben wel nog een vrije ademweg. Nou. Weinig nog bekend van hem. Oh, even aan of iets voor de allemaal kunnen betekenen. Hoor. Ik ga even bellen. Ja. Neem jij mee of ik? Nee, neem jij maar mee op. Ja, is goed. Kun jij even doorgeven aan de meldkamer? Ja. User joined your channel. Microphone activated. User joined your channel. Komt uit voor het MK. Ja, we hebben een persoon met ritme. Radicat, dat wel. Wat is dat nou? Al contact met... Meneer! Ziekenhuis gehad. Onderverwacht op Shockroom 1. 105 gaat vervoeren met een AI. Dat is begrepen. 119. Ja. Wat even nou? Max, waar ren je achteraan? Ja, ik weet niet wat ik hier voor me zie in de van een naakte man. Een naakte man? Of je er niet iets over was gedaan? Komen ze over MK. Ja, zegt u maar. In feite zou u dus weer op staat zien kunnen. Ja hoor, ik wil voorop luisteren. Dat is begrepen, afgesloten. Even kijken bij de collega. Rennen ja, dat goed plan. Dat heb je niet gedaan, hè? En naakte man of iets. 2202 heeft een aanvraagspraak en die mag dat vertellen. Succes. Ja, mijn reanimatie is ik geloof ik succesvol. Ambulance gaat hem nu vervoeren naar de Erasmus. Echter zagen we de collega 2001, die rende achter een naakte man aan. Dus die gaan we even een kijkje bij nemen. U blijft even de plaats voor een naakte man. Dat is ja. Begrepen. Het kan er maar weer één zijn, hè. Is het een bekende? Ja, Kevin. Even. Ja. Microfoon muted. 0132 met de spark. Is dit een naakstander of niet? Ja, als jij... Ambulance neemt. Jan Willem is bekende van ons in ieder geval. Burnham, ik ga je thuis slepen. Uit. Ja. Wat was het, Kevin, hè? Wat zei je? Kevin was het toch, hè? Nee, zeker niet. Nee? Oké, nou in ieder geval meneer, we hebben elkaar vaker gezien. Wat is de bedoeling? Ik ga straks lekker het water in. User was moved out. Ben je niet een beetje koud? Nee. Is 10 voor 1 s'nachts? Ja, hoe zei je? 10 voor 1 in de nacht, is het. Ja, daarom kan niemand mij zien. Ik vind het een beetje gênant dat jullie zo naar me kijken. Ja, oké. Laten we de rug door jullie op. Snap ik. Ja, het is natuurlijk
User joined your channel. Heel veel mee, maar... Nee, dat kan ik begrepen. Een maar daarom kom ik op 's avonds. Ja, dat is een bijzonder geval. Noem je het een bijzonder geval? User left your channel. Ah, ik vind toch wel bijzonder. Mooi. Laat ik zo zeggen, ik kom niet heel vaak tegen dat nee, mensen dat klopt. Daarom kom ik ook vaak 's avonds, dat niemand me ziet. Maar is er geen aangewezen naaktgedeelte voor deze meneer? Jawel, dat is hier zo, dat bij die pie, hè? Dat stukje. Ja, het zie je zo. Nou, dat kan ik me niet helemaal voorstellen. Ja, al die mensen boven lopen. Het hout is het naaktgedeelte, dit is het. Dat spreekt eigenlijk voor zich. Microphone activated. Microphone muted. Nou, zullen we dan weer gaan? Ja. Maar, wacht eens. Maar ik word nog niet gefilmd met jullie GoPro's toch? Want dat als dat social media komt. Die van ons staat wel aan, maar ben maar niet bang hoor. Ja, wordt het is nu live op tv. Live op tv, joh. 22.2 had je meer informatie over die naakte man. Nee, ik ga van ja, die gaan we later. We gaan status. Jullie gaan één. En we gaan wel even onderling overleggen wat we nog doen. Zullen we doorgaan of. Maar hoor je van ons. Of dat zie je wel. Dank je. Ja. Is ze niet handig? Ja Max, het is me wat. Ja. Nou. Oh ja, goed hè? Oh, ga jij maar. Als je kunt. Microphone activated. Wat doen we? Nou daar. Ja, gaan we naar het bureau en is het klaar of wil je nu doorgaan? Ja, ik rijd er uit. Ik kan wel een meldingje doen toch? Ja, als hij komt zeker. Dan blijven we lekker ingemeld. Even kijken. Ik ga even snel aan hoor. Microphone muted. Hoi. Hallo. Wij zagen jullie toevallig te plaats komen, dat is hier huis. Stormschade. Stormschade. Oké. Alles tegen. Oh, dan moeten we niet gevaarlijk gaan staan. Kunnen we iets voor jullie betekenen? Net onder dus. Die, nee, die boom voor mij uit mijn die hoofd. Achterste. Ja, daar hangt okay. Die los. Ja, en welke ja, kant gaat die opvallen? Op de woning of op straat? Want dan zetten we op de straat op de weg. Op de weg. Op de weg. En Willem zou ik daar achter even afzetten. Goedendag meneer, u bent de melder. Ja, ik liep langs en ik zie het hangen. Ik denk, ho eens. Maar gaat okay. Niet goed? Nee, inderdaad, goed gemeld hoor. Ik kan niet door het zo hard waaien. We gaan de straat even afzeggen. Of afzetten en we gaan even doorgeven naar de meldkamer. Maar brand was er snel te zien. Ja, het is heel fijn, de mannen van de man hier. Okay. Yes. Heb jij wat gegevens van mij? Tot ik ze even noteer. Die boom. Ja, wat moet je hebben? Ja, gewoon een BSN, een ID of zo. ID? Ja, een ID. De straat is afgezet. Ik denk dat andere collega's deze melding ook gehad hebben. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik heb in ieder geval gemeld aan de meldkamer. Oké. Okay. Met een H ook echt. Oké. Okay. Dat is goed. Top. Deze boom. Nou, ik heb even een ID'tje. 22-2, zegt hij. Geef jij OC even door? Voor mij wel. Dat we hier staan. Deze kant op. Oké, ja. OC 2202 nog? Dat is echt de boom. Ja. Zegt u maar. U had We zijn bij de melding van de brand waar die boom viel. Zegt u dat wat? Dan lijkt het op een auto opzetten, maar... Jou naar overhangende boom mogelijk valgevaar is pak, daar de 23 wat zegt u? Ja die melding weer dat ja Lucas is daar geplaatst identiteitskaart terug wij staan er ook komt er uit de burger nee dan koppel ik u ja 1000 oké top nee wij hebben de straat in ieder geval veilig afgezet de politie of de brandweer gaat nu een ding had u een status update daar wat is Dat kunnen een vrouw collega kunnen. Ik ga niet van sleep reden. Ja, oké. Of jij zou even status toch even keer doen? Ja, ik ben al aan staat. Ik sta inmiddels te plaatsen. Ik heb met meneer al gesproken. Ik heb even een ideetje gepakt. Verder kort het uit. 22-2 meegekoppeld, die staat al te plaatsen als het is. Ja, positief. Leuk. User left your channel. Gaan ze hem nou omzagen? Ik denk dat ze nu een inschatting gaan maken of die ook daadwerkelijk of er valgevaar is. Maar gezien ze al met de kettingzagen en alles klaar staan, denk ik dat ze het of de hele boom gaan omzagen of een gedeelte inderdaad.
Ja, inderdaad. Beste. Sorry? Een beste boom ook nog. Ja. Hey, Etsy, ga even achterin zitten. Ja. En meneer, u mag mij betreft blijven kijken, maar als u verder niks meer heeft, dan mag u ook uw weg vervolgen als u wilt, hoor. Nee, ik vind het leuk met te zien. Nee, is zeker. Oké. 110, 150. 150, geef hem breken. Ja, aan de linkerkant krijgt hij zo meteen al dat grondniveau. Hè? Ja, begreep ik. 110, 150. Geef recht. Ja, ik ga hem daadwerkelijk naar beneden zagen. Hij aan het zo ver los dat het niet veilig is als we hem nog bovenhouden. Ja, dat is prima. Brandt weer alle eenheden op de grond. Pas op, de eerste tak gaat vallen. Daar hebben we ook zo'n campagne poster hangen. Hier zo. Oh ja, inderdaad ja. Ja, wacht, ik ga even... Ja, 110. Eventjes wachten met de tweede tak. Het is ook een heel politiebureau dit, hè? Ook met politie ja, Rotterdam Rijman op de muur. Rotterdam Rijman is wel een beetje oud natuurlijk, hè? Ja, echt zo. Het is inmiddels Rotterdam. Ja, eenheid Rotterdam, wacht, nu twijfel ik er even. Ja, op de brandweer en op de ambulancevoertuig staat in ieder geval nog Rotterdam Rijnmond. 23 aan de 2022. 22.02, correct. Ja, heel officieel is eenheid Rotterdam. Nog een keer. Jullie stonden daar boven, hè? Klopt dat? Wij staan in het midden, zeg maar, bij de autoladder. Oh ja, sorry, ik zie jullie, ja. Kom. We staan bij de melder, nagetrekt en alles code 1000 verder. Ja. Ze zijn nu aan het zagen, er vallen wat takken omlaag. Zijn ze mee bezig. Ja. Kwam daar geen vervoer meer door bij jullie aan wegafzetting? Anders dan zet ik wat pionnetje bij jullie neer. Er komt hier geen verkeer meer door, nee. Jo. 110, 150. 150 geeft bericht. Ja, staat er boven voor. Ja, ik heb gewacht op persoon onderlangs. Kunt u voor mij kijken of dat persoon weg is? Ja, komen we momenteel nog wel even aan. Misschien even vragen aan de politie om die tegen te houden. Ja, is begrepen. Politie meegeluisterd. Van waar? Wat moest er tegenhouden? Personen. Ja, positief. Ah, ja. Enkele personen die onder de boom doorlopen. Hey. Mevrouw, wilt u even doorlopen? Het is een gevaarlijke. Kunnen we haar wegslepen? You can kiss my booty. Microphone muted. Nee, je kunt ze niet daadwerkelijk vastpakken en wegslepen. Je kunt ze wel pepperen. En neer schieten. Ja, maar dan krijgen we dadelijk problemen. Nee, mevrouw is het gebied verlaten. Ik blijf wel even staan voor het volgende. Microphone muted. Ja, 150. Ik kan naar beneden, was laatste tak. Ja, dat is begrepen. Mocht je rijden zijn, mag je zelf naar beneden. Dan, Ja, die vrouw die wil niet blijven staan. Ja, ik heb ze gehoekt hoor. Er komt hier een ambulance. Ik kan in principe langs, jongens. Maar even ruimte. Ja, ik ga even mijn ladder nog omhoog gooien. Ja. En nu op de tweede rij dan. Kan die... Staat hij hier? Ja, komt er al door. Kan die ambulance langs of niet? Ja, ja. Eventjes wachten. Er staat nog even een ladder op de weg, even een momentje. Ja, ander ja, kan maar. Oké, okay, we moeten eigenlijk met spoed naar een andere melding. Ja, je mag nu langs. Ga maar. Maar er stond een autoladder op de weg. Ik kwam niet ver. Ik loop eens terug naar de auto. Ja. Brandweer, hebben jullie verder nog iets van ons nodig? Ja. Ja, voor uw weten, misschien moet u even met bewoner in gesprek of doorgegeven worden aan de gemeente. Bob lijkt in zover rot dat het niet meer veilig is als hij hier nog lang staat. Oké, dus jullie hebben de bomen in ieder geval nu het grote gedeelte al eraf gezaagd, maar hij moet nog steeds weg. Zo
dat correct? Positief. Ja, dan gaan we daar een melding om maken bij de gemeente. En, of eventueel bij de eigenaar van de woning slash van de boom. Dat bespreken we onderling wel even. Ja, is begrepen. Dank je. Dus de weg kan vrij worden gegeven? Positief, wij gaan opruimen. Top. Ja, meegekregen, dus we moeten eigenlijk even een melding maken dat die boom hier niet verder kan blijven staan. Ik neem aan dat dat de verantwoordelijkheid is van of de eigenaar van de woning, maar het lijkt ook een beetje erop dat die gewoon van de gemeente is. Ik weet niet hoe dat zit. Ja, ik denk die boom, ja, het is afhankelijk wie de eigenaar is, maar die is verantwoordelijk ervoor. 23 kan wel zijn. Leidend eenheid brandweer. Geef bericht. Waren wij ook nog nodig bij de melding, anders gaan we het weg afzetten. Negatief, wij gaan nu beginnen met wegrijden. Jo. Microphone activated. En we volgen aan staan. Oh. Wel? Ja. K? Nu niet meer toch? Nee, nu niet meer, nee. Zo naar AB gaan? Ja. Wat kant op? Rechts. Daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Ik denk dat iedereen langzaam aan terugkomt. We hebben toch echt wel dik 2 uur gespeeld. Dit is inmiddels 9:30 precies. We zijn half over begonnen. Vond je ervan? Ja, ik vond het wat ik net ook al zei. Ik vond het mooi om te zien hoe uitgebreid het is en hoe serieus alles is. En hoe, ja, het komt bijna al bijna alles is net zoals in het echt. Ja. In de mogelijkheden dat het mogelijk is natuurlijk. Ja, precies. Hij is in ieder geval leuk dat je erbij was. Ja, thanks. Ik hoop dat je een mooi beeld hebt gegeven. Ja, zeker. Ik kom graag nog een keer terug. Nou, mooi, zeker. En dan, ja, als jullie voor de volgende keer misschien ooit nog eens vragen hebben van Jan-Willem, stel ze in de comments en dan gaan we kijken of we dan tijd hebben om ze te beantwoorden. Als Jan-Willem dat trouwens ook goed vindt. Kun je altijd een keer proberen. Ja, toch. En wat is, moeten we er nog erbij melden? Ja, in ieder geval vandaag was super drukke dienst, dus we hebben bijna geen tijd gehad voor meldingen. We hebben niet eens tijd gehad om even hier koffie te drinken op het politiebureau. Maar wie weet in de toekomst een keertje. Ah, ja, Willem, ik bedank jou ook. Nu even koffie drinken. Ja, wij gaan nu even koffie drinken. En ik zie je graag de volgende keer dan. En jullie ook, kijkers. Thanks, tot de volgende keer dan. Yo,